Het college heeft een voorstel ingediend bij de gemeenteraad voor een doorstart van Museum Arnhem. Ik sprak hierover met wethouder van cultuur, Hans de Vrome en diverse belanghebbenden. Kunnen even uitleggen het voorstel wat u namens het college gedaan heeft. Wat houdt het eigenlijk in? Hoe gaat dat eruit? Wat wij voorgesteld hebben na een diepgaand onderzoek is om het museum op de huidige locatie op de berg te gaan vernieuwbouwen. We hebben een grondige vergelijking gemaakt tussen mogelijkheden, kansen, kwaliteit, kosten en alles waar dat museum zou moeten staan. Dus we hebben een aantal locaties in de binnenstad onderzocht en dat vergeleken met de locatie van de berg. En daar is uitgekomen dat in kwaliteit, in tijd, sneller te realiseren, in investeringen goedkoper te realiseren, dat allemaal zaken zijn die pleiten voor een doorgaan op de huidige locatie. Het voorstel wat het college nu doet, hoe kijkt u daar tegenaan? Wij steunen dat voorstel van het college. Het gebouw is van de gemeente, dus het is logisch dat het college daar een voorstel over doet, maar wij zijn daar blij mee, omdat we met het voorstel verder kunnen en dat willen we heel graag. Waarom bent u blij met dit voorstel? Jazeker, de huidige locatie is echt, en dat kwam vanavond ook even aan de orde, dat is echt een prachtige locatie met dat geweldige uitzicht over die uiterwaarden. Maar er was natuurlijk ook discussie over, kan het museum ook naar de binnenstad? Nou, dat kan best. Alleen, dat is uitgezocht en dan blijkt dat het echt veel duurder is dan nu. En dat dat veel langer gaat duren. En dat voor de binnenstad daar niet, want dat was ook een vraag die eronder lag, niet directe economische effecten oplevert. Toen dat uit die onderzoeken kwam, toen hebben wij gezegd, ja, maar dan moeten we ook zo snel mogelijk weer open. En dat kan op de huidige locatie. Vandaar dat wij achter dit voorstel staan. Meneer Trommelen, vanavond de behandeling van het voorstel van het college in de Arnhemse gemeenteraad. Belangrijk was dat veel partijen aangedragen van we wachten een grote economische spin-off van zo'n locatie in de binnenstad. Nou, dat heeft u onderzocht. Wat kwam daaruit? Nou, daar kwam uit dat de economische spin-off voor een locatie in de binnenstad niet heel veel groter is dan wanneer we uitgaan van de locatie op de huidige plek. Zo'n 25% meer of minder. Maar daarbij aangetekend dat de economische spin-off in miljoenen euro's niet bijzonder groot is. De directe economische spin-off vertaalt zeg maar in aankopen in winkels of in horecagelegenheden. Wij denken dat als je een museum in de binnenstad hebt, dat dat ontzettend ten goede komt aan de binnenstad. Aan de beleving van de binnenstad, het aantal mensen, bezoekers zal toenemen, de bestedingen, dat is goed voor de middenstand, dat is goed voor de horeca, dat is goed voor de retail. Dus je ziet dat in alle goede steden waar de binnenstad goed functioneert, dat er een museum in de binnenstad is. Het is evident als je mensen in de binnenstad hebt en daarom hebben institutionele beleggers ook altijd de voorkeur voor museum in de binnenstad. Maar dat zijn een van de ingrediënten die een stad interessant maken. En dan kun je zeggen, het heeft een beperkte spin-off. Ik geloof het niet. B, je moet ook kijken naar de aantallen. We praten hier over 75.000. Je ambitie moet zijn, kijk eens naar Gorssel. Een dorp van 4.000 inwoners met een nieuw museum dat 2 jaar staat, draai je dit jaar 150.000 bezoekers. Daar hebben wij het over. Waarom zou het daar niet kunnen?